weer welkom bij weer een nieuwe part van Minecraft in de Minecraft weken. Nemen we dit op? Ik weet niet of het actueel is, maar nou ja, welkom ja. Weer. We gaan vandaag verkennen. Dat ben ik nu helemaal uit. Ik ga even naar Minecraft. En als het goed is, zit daar een knopje en dan kan ik heel mooi. Jee. Je hebt hier alleen. Oh, daar is een knopje. Ja. En nou ja, we gaan dus vandaag verkennen. En we hebben onze carrots. Oh nee, ik wou zeggen, onze carrots zijn bijna op. Maar het is niet zo. Zo, die. Heel super mooi. Bereid je voor op een ontdekkingsreis. Waar gaan we heen? Ja, dat weet ik niet. Niet weer weg. Daar heb ik geen zin in. Jawel, we gaan weg. Nee, we moeten eerst alles naar binnen verplaatsen. We zijn nog nooit echt thuis geweest. Echt thuis geweest. Nee, dat ja, klopt. Maar ik wil verkennen. Dat vind ik leuk. Laten we het nog één keer doen. Laten we gewoon eerst alles thuis in ons huis zetten. Gewoon maar eerst alle kisten. We moeten hout hebben. Hè? Nou, ik ga eerst. Ik ga gewoon. Je mag wel het hout voor mij hoor. Nee, ik ga gewoon. Maar alles verplaatsen, dat doe ik. Voor wel. Wat ijzer. Dat doen we prima. Alles verplaatsen doen we wel gewoon een andere keer. Want dat gaan we niet allemaal opnemen. Nee, saai. Dus ik ga even verkennen. En dan ga ik me nu voor voorbereiden. En dan ga ik even een iron sword maken. En alles zit nog daar. Dus ik kan gewoon lekker daar naartoe lopen. We moeten trouwens ook nog even een snelle ingang maken voor de kelder. Ja, dat is ook handig. Even kijken. Dit kan allemaal weg. Ik doe gewoon mijn silk touch ding weer terug. Mijn kist. Ja, daar heb je ook nodig hebben. Een stom ding hebben wij toch. Een stomme enchanting table. Ja. Nou ja, een paar bloks meenemen is toch ook wel fijn. Dus ik neem even een stuk dirt mee. En wat neem ik nog meer? Oh ja, iron. Ik moet een nieuw zwaard. Ja mensen, een nieuw zwaard. Misschien kan ik die nog even voor een klein leveltje doen. Wat erop. Ga je diamant zwaard doen? Nee, gewoon iron. Oh ja, ja. Ik moet wat steen in mijn kist gaan stoppen. Ik heb veel te veel steen bij me. Kan ik ook even een spin vermoorden of zo? Want dan kan ik even level 5 enchanten of zo. Ik zie niet. Ik zie er nog wat te enchanten, want... maar ik zie nergens een spin. Ah, kom op. Gaan we weer veel minen? Dat zien we wel. Misschien komen we iets tegen. Ik bedoel, ik zou altijd even wat meenemen. Ja, neem sowieso wat hout mee. Ons huis ziet er echt zo vet cool uit. Ik zie nergens een beest, dus ik kan ook niks doen. Niks vermoorden. Ik kan ook hier met level 4 of level 5 upgraden. Dat doe ik wel gewoon met level 3. Ben ik net bijna level 4. Echt? Ja, ik ben bijna level 4. Alleen ik zie nergens een beest. Nou ja, dan vermoord ik een koe. Maar het is wel jammer dat we op ons eerste betoverde pickaxe gewoon een heel slecht iets hebben. Ja, ik ben level 4, dus ik ga even dat doen. De iron zwaard. Ja hoor. Doe je best. Kijken of ik die kan enchanten. Nee, ik kan alleen maar level 6. Ik kan niet eens level 3. Ik ben level 6. Oh, ik zag level 4. Shit. Moet ik heel erg oppassen. Ja, level 4. Wat zit erop? Wat is dat nou weer? Bane of Arthropo? Wat is dat? Wat is dat? Arthropopots. Hè? Geef ze mij? Mag eens kijken wat er staat? What the fuck is dat? Nou, nu pak ik hem zelf weer op. Verderfde geleedpotige. En dat is? Daar kun je extra veel damage tegen spinnen. Alleen spinnen? Alle soorten spinnen. Oké, nou, dat is dan maar zo fijn. Oké, ik ben er klaar voor. Ik moet er even wat fakkels. En dan gaan dat we. Moest ik ook nog doen. Lekker verkennen. Ik heb nog een. En ik moet eten meenemen. Dus. Oh, misschien kan ik nog even wat pijlen meenemen. Fakkels, heb ik nog fakkels? Heb ik nog fakkels? Nee, ik heb geen fakkels meer. Oh jawel, ik heb wel fakkels. Ja, ik heb fakkels. Ja. Zo, ik ga even nog wat. Die meenemen. Oh, die kan wel daar, ja. Fakkels, bel die neem ik mee. Als er nog even wat leuks is, soms wat bomen. Fakkels, heb je nog fakkels? Oh, wat is dat?
Instant healed. Ik had nog wel ergens sticks, dus ik kan nog wel even wat fakkels maken. Oh, we hebben heel veel steenkool. Precies. Dan neem ik ook nog even wat steenkool voor mezelf gewoon even mee. Heb ik het hout weggedaan? Nou, dat is slim. Ik heb het hout gepakt voor mezelf en dan doe ik het weg. Nou, kan ik het weer op gaan halen. Ja, dan kan je het weer op gaan halen. Ja. Wat sticks maken. Deze kan ook weer terug. Ja. Ja, sorry voor het ongemak mensen, ik was even weg. We gaan weer verder. Ja. We gaan op ontdekkingsreis. Dat doen we deze part nog. Waar gaan we, naar welke kant gaan we op? Noord, oost, zuid, west? Wij gaan... Laten we de zee... Laten we de zee overgaan. Dat vind ik goed. Nee, is niet handig. Waarom niet? We gaan naar het noorden. Nee, we gaan... Waarom het noorden? Daar zijn we al... Vorige keer waren we naar het zuiden gegaan. Oh ja. We kunnen beter dit keer naar het noorden. Ik moet nog wat eten meenemen, want anders komt het niet goed. Ja, ja. Nou, geen eten hier. Oh, hier zit wel wat eten. Of niet? Pak gewoon een wortel, je moet toch naar het noorden. Oh, even slapen. Ja, maar we hebben niet zo heel veel wortels meer, dus ik pak ja, ook de bovenste, vlees. De bovenste kist hebben we nog heel veel. Oh, je hebt twee. Ja, er zijn twee kisten. Oh. En we gaan nog even slapen in onze... Oh, ik dacht al. Drie stacks wortels mee. Je weet me nooit. Even een worteltje eten. En... Kom je nou al? Ben je, ja, je al in bed? Ja, eten. Heel veel zitten. Zet. Ik slaap nog steeds. Snurk. Snurk. Oké, we gaan op ontdekkingsreis, mensen. Richting het noorden. Het wordt vast richting koud. Richting het noorden. Het wordt heel koud. Het gaat vriezen de hele nacht. Misschien is het helemaal wel... Misschien zitten we wel ergens in Afrika. Ik bedoel, je weet nooit waar... Maar jammer dat het niet eigenlijk een echte wereld is op Minecraft. Zeg maar dat... Ja, dat echt het noorden loopt, dat het echt veel koud wordt. Precies, of warmer, want die kan ook ja, niet als je Zuidpool woont, dan... En dat ze zeggen waar je bent dan, zeg maar. Hé, kijk, een bos. Ja, maar dan zou je geen oneindige wereld hebben, hè? Jawel, zou je eigenlijk alles maar rondjes lopen. Precies. Dat lijkt me wel cool. Ja, toch? Ja. Oh, heel veel onbekend. Maar dan heb je wel een beperkte wereld. Dus je moet echt wel... Ja. Dan kan je heel de wereld namaken. Heel de wereld rond. Ze hebben, ik heb een keer gedaan. Op een of andere manier was het op een site of zo. En had iemand iets gemaakt van heel Great Britain. Had hij de kaart gemaakt in Minecraft. Wow. Gewoon de steden gouden bloks gegeven. Dan zag je gouden bloks. En dan was een stad als Londen ongeveer. Waar ben je? Een paar duizend bloks ongeveer. Dan kon je heel Groot-Brittannië zat erin. Dus een hele grote map. Dan zag je echt hoe hoger het was, hoe hoger de blokjes ook waren, zeg maar. Vet cool. Ja, heel cool. Ik weet niet waarom iemand dat heeft gemaakt, maar... Ik wil ook nog eens even weten, we moeten nog een keer pompoenen planten. Ja. Ondertussen ben ik gewoon koeien aan het vermoorden. Wow! Die koeien die gaan heel ver naar achter. Nog meer koeien. Wow, rustig. Oh, sorry. Je sloeg mij. Ik ben al mijn hartjes... Ik heb 6 hartjes voor jou kwijtgeraakt. Wow, 2 slagen heb ik gedaan, toch? Ja. Ik heb gespuugd op mijn beeldscherm. Hallo, echt? Kip. Doei, kip. Dat is slim. Nee, dat is niet slim. Oké, we gaan naar het noorden. Oh, waar ben je? Ik ben, hier. Waar ben je? Stop! Waar ben je?
niet helemaal naar door te gaan. Ik had een hele mooie cave gevonden. Waar ben je? Kom terug naar het hele grote... Oh, daar, ik zie je. Andere kant op. Naar het noorden. Deze kant? Oh, naar het noorden. Je bent naar het noorden gegaan? Nou, ik ben heel ver aan het noorden. Ik moet even iets doen. Ik ga vast de cave in hier. Ja hoor, ik kom er zo aan. Ik heb al heel wat geslacht tussen. Dus even kijken, hoe lang duurt deze part dan? 10 minuten. Mensen, we gaan de volgende part de cave in. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze part van Minecraft. Bedankt voor de aandacht natuurlijk en zo. En tot de volgende part van Minecraft. Bye. Bye.